onderdeel Zingen met de Vloggende Hollander ben ik vandaag bij niemand minder dan Richard. En Richard Huberts woont in Zuidwolde en heeft mij uitgenodigd voor een kopje koffie en om eens samen met de Vloggende Hollander te zingen. We zijn bij Richard Huberts. Is zingen jouw hobby? Geef je dan nu op. Misschien kom ik bij je langs en kun jij zingen met de Vloggende Hollander. We zijn bij Richard Huberts en Richard die mag graag zingen. En Richard vroeg of de Vloggende Hollander ook bij hem een keer wou langskomen. Richard, kom een beetje naar me toe en kom er allebei goed. Kom er helemaal gezellig bij. Kom er maar bij. We gaan een nummer doen van de Sunstreams en het heet... Huil maar niet om mij. Huil maar niet om mij. La la da. Huil maar niet om mij, ook al valt het zwaar, want voor ons zal de zon eens gaan schijnen. Grauwe wolken die zullen verdwijnen, ook dan zijn wij voorgoed bij elkaar. Ik kom snel terug, al zijn wij door de zee steeds gescheiden. Ook voor ons komen betere tijden. Wacht op mij, want de tijd gaat te vlug. Ook al doet het pijn, want een zeeman die kan nooit lang blijven. Ik beloof je dat ik veel zal schrijven. Op een dag zal ik weer bij je zijn. Zal ik weer bij je zijn. Nou, ik vind het wel mooi. Jawel, hè? Jawel. Jongens, dit was Richard Huberts en we zongen een liedje van de Sunstreams. En wie weet waar we volgende keer weer heen gaan. Is zingen jouw hobby? Geef je dan nu op. Misschien kom ik bij je langs. En kun jij zingen met de Vloggende Hollander? Ik kreeg wat vragen over een beeldje wat ik gisteren liet zien. Waarbij men zich afvroeg wat ik in de tuin heb staan. Nou, dat is niet zo moeilijk. Het is een Eiffeltoren. En dan vraag je je misschien af, hoe komt hij nou aan een Eiffeltoren? Nou, ik heb dat ding een keer gekocht op Marktplaats. Ja, ik vind Marktplaats gewoon echt geweldig. En ik moest een Franse dag organiseren en toen vond ik ergens bij een buurtvereniging een advertentie die zei van nou, we hebben een Eiffeltoren te koop. Ik denk nou, voor een Franse dag kan eigenlijk best wel hartstikke goed. Dus zo ben ik aan mijn Eiffeltoren gekomen en ik vind het hartstikke leuk. Wie heeft er nou een Eiffeltoren in de tuin? Jawel, die Karst. Ik ga jullie even wat vertellen. Ik ga namelijk de komende dagen naar Oostenrijk. En in Oostenrijk, daar moet ik wat dingen opnemen, ook voor een kerstshow die ik voor eind dit jaar aan het organiseren ben. Samen met mijn moeder, Kerst met Karst gaan we weer doen. Mijn moeder, Erika, Mike Silk doen daar mee. En ik moet dus even nog naar Oostenrijk voor wat winterbeelden en wat mooie beelden van bergen en dat soort dingetjes. Dus ik moet er even naartoe. Ik neem twee vrienden mee, Rick Greving en Sander Drooglever. En we gaan daar wat mooie beelden schieten. Dus de komende dagen heb ik wel vlogs staan, maar die heb ik alvast ingeblikt, erop gezet. En voor de rest moeten jullie het even een paar dagen zonder mij doen. Maar daarna kom ik terug met in ieder geval 3 vlogs van Oostenrijk. Dus misschien wel leuk voor volgende week alvast. Ik ga nu nog even naar een winkel om even onderbroeken te kopen. En nog even tandpasta en dat soort dingetjes. En dan gaan we straks richting Eindhoven, waar ons vliegtuig vanmiddag vertrekt. Nou, daar gaat hij dan, hè? Onderbroeken en tandpasta halen voor Oostenrijk.
Tot zover de vlog van vandaag. We hebben kunnen kijken naar Zingen met de Vloggende Hollander met Richard Huberts. Morgen zit er een hele leuke Zingen met de Vloggende Hollander in. Want dan gaan we naar een 7-jarige jongeman die heet Jay Wesseling. En die wou ook met de Vloggende Hollander zingen. Nou, dat gaan we gewoon doen. Vergeet niet nog even te kijken op Marktplaats naar de brokante koffiemolen die ik daar te koop heb staan. Iets wat ik dus elke week doe, naar een kringloopwinkel gaan om iets te kopen. En dat probeer ik dan ook weer via mijn vlogs en via Marktplaats te verkopen. Mochten er andere vragen zijn om bijvoorbeeld mij uit te nodigen voor een kopje koffie bij uw bedrijf, dan kan dat via devloggendehollander1@gmail.com. Nou, dat was het. Tot de vloggende en jodelie!